Ben jij op zoek naar FIFA Ultimate Team coins? Ga dan naar golda.com en gebruik de code TRIP voor nog eens 5% korting. Link staat in de beschrijving. Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 Ajax Career Mode. We gaan door, we gaan verder. Alleen wil ik eerst even zeggen dat ik deze video maar één wedstrijd ga spelen. Dat komt omdat ik het gewoon druk heb weer even met schoolprojecten en dingetjes. En dit weekend ben ik ook niet thuis om op te nemen. En ik moet toch wel de video's voor in ieder geval dit weekend. En ik probeer altijd ook gewoon een paar dagen, zeg maar de maandag, wel af hebben. Dus door tijdgebrek hou ik het deze video even bij één wedstrijd. Zodat ik tenminste een beetje tempo kan maken als het ware. Goed, ik hoop dat jullie daar een beetje begrip voor hebben. We gaan wel lekker verder. Er staat een wedstrijd tegen Groningen. FC Groningen. Nou, laten we het maar gewoon normaal uitspreken. FC Groningen staat er op het programma. Er is enthousiasme over Traoré. Oh ja, ik had inderdaad allerlei scoutverslagjes nog aangevraagd over onder andere Hazard en Mastour. Maar goed, we hebben ze niet gehaald. Ook over Tielemans had ik nog een scoutverslagje. Ja, niks van gekomen, want we hebben andere spelers gehuurd. Vertrek bij de club. Ook had ik je verteld dat ik mijn toekomst elders zie. Wil ik je laten weten dat mijn prestaties voor deze club er niet onder zullen lijden. Dat is mooi, want meestal als je dat berichtje krijgt, is het het teken dat als je hem blijft spelen, dat hij op een gegeven moment ook zegt van, ja, ik heb gezegd dat ik weg wil gaan, maar er is twijfel en bla 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 bla. En uiteindelijk heb je alsnog grote kans dat hij gewoon blijft. Goed, contractrebel Bazoer wekt interesse. We gaan even kijken naar ons schema. Groningen is er nu. Dan hebben we Roda JC. Oké, dan wil ik met de basis tegen Groningen. En dan gaan we met de wissels in de volgende aflevering tegen Roda JC. De basis is op zich fit. Nouri heeft wel iets vermoeidheid in zich, maar die ga ik gewoon starten. Ja, let's go. Nou, daar gaan we. Uitwedstrijdje tegen Groningen. Groningen mag aftrappen en we zijn begonnen. Zo, gaat de scheids bij de eerste tackle van de wedstrijd direct de kaart trekken? Ja, dat doet hij. Geel. Oh, en weer een vrije trap mee. Ziyech staat hier klaar, dat is mooi. Gaan we ook nemen met Ziyech. En, oeh, de paal. Maar dat was wel een goede, vrije trap. Een goed schot daar van Ziyech, die helaas op de paal belandt. Oh no, oh, Stekelenburg, goede redding. Maar de Stekelenburg houdt ons op de 0. Of houdt Groningen op de 0, moet ik zeggen. Door daar uitstekend een redding te pakken, een bal te wegstompen. Hier is de hoekschop van Groningen, daar zitten we in eerste instantie tussen. Ze hebben nog wel balbezit. Kunnen we hier nog even nog een keer goed tussenkomen? Tot nu toe passen ze rond. De aanval lijkt er... Ja, nou is de aanval wel over op zich. Kunnen we hier tussen? Nee, Stekelenburg houdt. En we werken weg. Ik dacht even dat die bal al achter was. Oh shit, dat was slecht. Oh, Stekelenburg zat er nog wel aan. Maar Groningen heeft hier de voorsprong via Maduro. Een oud Ajax ziet ook nog. Die tegen ons scoort. Maduro met de 1-0 voor Groningen. Oh, dit ziet er goed uit. Daar is Traoré. Kunnen we direct op gelijk komen? Nee, de paal nog een keer. Meen je die? Eerste vrije trap en nu het schot van Traoré. Oh, daar zijn we keihard eruit gespeeld. Stekelenburg komt uit en ze schiet ernaast. Hier komt Groningen weer. Een schot van afstand. Oh, de paal voorkomt nu een doelpunt voor Groningen. En ik heb opeens een geblesseerde Bazoer. Dat is kut. Fosu Mensah gaat hem voor nu vervangen. Jezus, een klungel. Er wordt zoveel druk gezet. Gelukkig schieten ze naast. Oké. Ja, misschien een optie. Huntelaar, kom op. Huntelaar, nee! De doelman voorkomt een doelpunt. Corner die wordt genomen door Ziyech. En we koppen helemaal niet. Er wordt wegverdedigd. Oké, hier is Huntelaar. Nou schieten. Ah, de paal alweer. Dat is de derde keer al. Dit gaat nergens over. En dan is het rust. Met een 1-0 achterstand. We hebben gewoon 3 keer de paal geraakt. In deze eerste helft. Oh, Traoré. Nou, we begonnen met Ziyech uit de vrije trap op de paal. Daarna Traoré. En nu Huntelaar. Waardoor Groningen nou 1-0 voor staat. Met hun benutte kans. Oké, hier is Fosu Mensah. Misschien kan hij het. Nee, doelman zit ertussen. Oké, dit ziet er op zich goed uit. Huntelaar nu schieten. Geblokt. Oké, misschien dat we hier iets kunnen. Hier is Huntelaar. Nou schieten, kom op. Nee! Redding van de doelman. Traoré met een voorzetje. Daar halen we een hoekschop uit. Oké. Kom op. Ik vind dat we een gelijkmaker verdienen. Nu dan. Nee, naast gekopt. Hier is Younes. Younes, kom op. Behoud bal, alsjeblieft. Ruimte voor Nouri voor schot. In de handen van de doelman. Daar is een schot van Groningen. Dat gaat naast. Best wel een hard schot ook. We hebben hier een vrije trap op een mooie positie weer. Weer staat Ziyech klaar. Kom op, doe het nu alsjeblieft. Oh, via de muur. Ik wou bijna gewoon bal zeggen in het Engels. Maar via de muur gaat hij over het doel. Hoekschop die Ziyech nu gaat nemen. Tussen is Dolberg erbij gekomen in de plek van Huntelaar. Hier is de corner. Daar koppen we. Of was dat de verdediging? Ik weet niet. Het was de verdediging. Oké. Goed, we gaan het nog een keer proberen. Daar is de hoekschop. Daar helaas geen kopbal. En het is over en we verliezen met 1-0 van FC Groningen. En weet je, kan best tegen me verliezen, maar ik vind deze zwaar onterecht. Met die 3 schoten op de paal in de eerste helft. En dan kan je nog zeggen van ja, met die vrije trap is het lucky dat je überhaupt zo in de buurt komt. Maar dan die schoten van Huntelaar en Traoré. Eentje had daar wel gewoon van ingemogen. Maar ja, het kan niet altijd meezitten. Vorige aflevering hadden we waarschijnlijk sowieso al geluk dat we van Bayern wonnen. Met 1-0 in de Champions League. En nou hebben we het geluk tegen ons. Nou hebben we het ongeluk, de pech tegen Groningen. Dat we verliezen met 1-0. Dat is balen. Dat is balen. Maar dat kan nou eenmaal gebeuren in het voetbal. Ik ga nou even de trainingen doen nog. Dat mag wel. Oh wacht, hoe lang is die geblesseerd? Dat is waar ook. Bazoer, ik was je even vergeten. 4 weken. Het is niet prettig. Maar ik heb wel eens ergere blessures gezien, dus wat dat betreft. Goed, even zien. Bailey gaan we weer even vervangen voor Sanchez hier. Die wil ik gewoon nog even trainen. Niet op kansen creëren, vriend. 1 tegen 2 verdedigen. Hartstikke idee. Want Sanchez wil ik ook gewoon nog 80 algemeen minimaal. Nou, dat was hier de training. Nouri, lekkere training daar met kansen creëren. Dat ziet er goed uit. Wat is zijn uithoudingsvermogen nog steeds? Maar 53, dan mag het nog steeds hoger. Dat was het dan voor deze video. We staan ondertussen zo te zien tweede. 2 punten los achter Feyenoord. Die staan eerste. Want wij hebben nou eens 1 verloren. Hun hebben 5 gewonnen. Wij hebben ook nog eens 1 gelijk. Nou ja, dat was het voor de video. Vond je dit leuk? Laat dan een like achter. En delen het, dat kan mij enorm helpen. Nogmaals, sorry maar 1 wedstrijd. Maar ik heb het gewoon even druk de afgelopen tijd en deze tijd. Ik heb dit schooljaar een beetje onderschat met hoe druk ik het zou hebben. Eerlijk is eerlijk. Ja, dat was het dan voor deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Tot dan. Laters.